Wim Weber heeft dit handzame boekje uitgebracht. Kleedkamerverhalen uit het oude doos. Dat zit vol met voetbalhumor. Ben, wat is dat voetbalhumor? Kun je dat omschrijven? Nou ja, voetbalhumor is natuurlijk ook heel persoonlijk. Als je als team iets meemaakt waar je om kunt lachen met z'n allen. En misschien heb je zelf ook gesport, ja, natuurlijk. Voetbal. En je maakt in zo'n kleedkamer, waar dit boek dan over gaat, maar weet je, de kleedkamer, weet je wat maakt wilde dingen mee. Het toppunt van humor in de kleedkamer was als iemand een scheet liet. Nou, dat was wel leuk. Maar daarom had je dan in maar, goor. Als je dat 10 keer hebt meegemaakt, dan lach je niet meer. Nee, maar is het onderbroeken humor? Is het simpele het is humor? Deels maar nee, maar er zit ook emotie in. Kijk, ik heb 5 jaar in betaalde voetbal gezeten en daarin maak je gewoon heel veel mee. Ja. En je bent heel close met elkaar, want je traint 2 keer op een dag. Hè? Je bent continu met elkaar bezig, dus dan ontstaan er dingen. En wat is het leukste wat je ooit hebt meegemaakt? Dat als je er nu nog aan terugdenkt, dat je gelijk weer plat ligt? Ja, dat is toch wel de bekeuringen die iemand veroorzaakte die een ander in de brievenbus kreeg. Nou ja, je hebt het gewoon met name. Dat is helemaal niet leuk, Ben. Dat is hartstikke leuk. Maar hoe is dat? Je hebt met name en toename beschreven in je boekje, dus daar hoef je niet zo geheimzinnig over te zijn, dan vertel ik het wel. Ja, precies. Wie? Het gaat om. Jullie kregen nieuwe auto's bij de club, hè? Mooie Duitse auto's, iedereen kreeg zo'n juist, ja, iedereen kreeg dezelfde auto. Alleen de nummerborden verschilden van elkaar. Ja. En alleen er was 1 jongen die reed elke keer naar het westen van het land toe. Hans de Koning. Nee, dat was Robin Schmidt. Dat was Robin Schmidt, en die reed te hard. Dus die kreeg op een gegeven moment bekeuring in huis. En dat vond hij natuurlijk niet fijn. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat Hans de Koning, de keeper destijds, de bekeuring in huis kreeg door de nummerborden te verwisselen van de auto. Dus hij kwam mooi plankgas richting het westen van het land. En Hans kreeg de bekeuring in huis. En die begreep er natuurlijk helemaal niks van. Op een moment heeft hij van de politie gebeld. Jongens, ik ben daar nooit geweest, dat kan niet. Juist, en zijn vrouw die dacht ook van, ja, kom op, waar zit jij na de training? Hoe lastig is het, Ben? Want ik heb het boekje doorgenomen. Het verhaal wat je nu vertelt, dat kan door de beugel. Maar gaat ook wel iets verder, hè? Er zijn wat pikanterieën staan erin. Dat je zegt, er staan in één keer ook geen namen bij, heel typisch. Nee, nou. Maar ja, weet je, het is wel zo. Je moet wel respect hebben voor je collega's natuurlijk. Ik speel met oud FC Twente en oud Heracles speel ik vaak wedstrijden. Ja. En dan ontstaan natuurlijk die verhalen. Hè? Dan praat je over die tijd. En nou ja, dan onthoud ik, schrijf ik op. En dan vraag ik altijd aan de mensen die het betreft van, vind je het goed dat ik je naam noem? Voorbeeld zie je Martin Koopman, oud-speler van FC Twente, beschreven daarin. En die beschrijft je als een beetje een ijdeltuit. Hè? Iemand die er altijd op lette dat ze haar goed zat. Er zijn heel veel voetballers natuurlijk, maar hij was er wel extreem in. Ja, en een van de leuke verhalen is dat hij 1 dag voordat de elftal foto genomen werd. Nou, vertel dat zelf maar. We zaten in het trainingskamp in Dwingelo in Drenthe. En we moesten tegen een 4e klasse amateurs moesten we voetballen. En een dag later zou de elftalfoto definitief gemaakt worden. Dat een momentje, dan moet je staan, haartjes gefeund, geschoren. Ja, precies. Maar goed, ik zag die gasten al het veld opkomen. Er zat weinig voetbal in, maar wel heel veel fysieke kracht. En Martin die is later in de spits gekomen, die speelde destijds nog in de verdediging. En er komt een hoge bal aan en hij ziet hem komen. En hij wil die bal wegkoppen. En met dat gebeurt, komt die spits van 100 kilo, die komt erin. En die kopt hem vol op zijn voorhoofd. Oh. Dus hij lag daar natuurlijk, Kazi Weilen, met zo'n oog, echt een tennisbal. Ik heb er voor in het boekje staan, zo'n tennisbal. Dus hij, en hij op een brancard naar de kleedkamer. En het eerste wat hij zei van, kan ik morgen zoveel op de foto? Oh ja. Ook mooi. Dus op de achtergrond het elftal waar jij toen in zat, dat kunnen ze allemaal even benoemen. Want heel veel van die spelers zijn benoemd. Bijvoorbeeld deze man, Erik Groenlijke, dat was een typetje. Ja, dat was een komische jongen. Ja? Dit is wel zo. Want ik heb begrepen, in een elftal de grootste voetballers, de beste voetballers, zijn niet de grootste humoristen. Klopt dat? Nee, die zijn wel serieus. We hadden natuurlijk Fred Rutte, die altijd de man was die de leiding had. Dus niet lachen Gerenbrug. Mee. Nou ja, op zich wel, maar wat gelaten. Maar je had dan altijd van die duveltjes had je erbij. Hè? Dennis Brilhuis. En ik weet niet of hij hierop staat. Maar nee, ik zie hem zo. Oh, die was toevallig. Oh, daar zit hij er waarschijnlijk achter. Dit is Koopman. Koopman, de man met dikke oog. Ja. En Erik was ook zo'n type die dit alles wat niet mocht. En dat is natuurlijk leuk. Dat soort verhalen heb jij al opgegeven. Is het alleen maar profverhalen? Want ik denk, als ik dit zo hoor, iedereen die gevoetbald heeft, die herkent dat. Dat geklier in die kleedkamers en met elkaar. En die verhalen,
Nou, dat is wat je hier dus leest. Alleen van profs heb je van alles bij elkaar. Ik ben 2 jaar geleden ben ik een column gaan schrijven in Hart van Enschede, Hart van Hengelo, Almelo. En ik vind het belangrijk, dat ook omdat het een regionaal boekje is, dat je ook het amateurvoetbal belicht. Want dat gebeurt ook heel veel. En dat is ook heel herkenbaar. Ja, ik weet nog wel dat een vriend van mij, die was zijn haar aan het wassen. En die wordt hij gewoon aan zijn piemel onder de douche vandaag getrokken. Ja. En dan gaat de volgende zo lang genoeg. En die zet het nog helemaal zo in. Een beetje shampoo erbij. Ja, of shampoo erbij. Dat is zo gaaf. Nou, toevallig over amateurvoetbal ben. Ooit ben jij voor Tubantes, was je assistent en trainer. Moest je voor André Poos een analyse maken van Helios in Deventer. Je bent er ook keurig naartoe gegaan. Ik ben er heel netjes. Je hebt een uitgebreide analyse gemaakt, elke speler uit en daarna beoordeeld. Maar één ding had je niet helemaal goed, wat was dat? Ik verkeerde adres, hè? Ik zat bij de verkeerde voetbalvereniging. Dus ik zag allemaal vreemde jongens het veld opkomen van de tegenstander. En van de hele tactiek klopte helemaal niks meer. En onze tactiek uiteraard ook niet meer, want daar hebben we ons helemaal op voorbereid. Maar we speelden toen eerste klasse. Dat is best wel hoog voor het amateurvoetbal. En dus ik kroop steeds dieper weg in die decode, want André die werd een beetje pissig op mij. Die zei, waarom heb je het vorige week niet gezien, waarom heb je dit vorige week niet gezien? Nou, uiteindelijk speelden we nog gelijk op het eind, geloof ik. Ja. Dus de schade... Je hebt altijd verzwegen gehouden, hè? Hij heeft nooit geweten dat ik naar de verkeerde wedstrijd ben bezig kijken. Even een stukje voetbalhumor, zoals we er op televisie wel eens tegen zijn gekomen, van een coryfee uit het verleden, als het om voetbal gaat, Tom Patinama. Hier ben hier. Hier wanneer zeg jij nou eens weg, anders trek ik je broek naar beneden, hoor. Heb je ook mee gevoetbald met deze man? Tegen. Tegen gevoetbald? Ja, was niet iemand, was zelf wel van de grapjes? Bij Heracles heb ik hem meegevoetbald, ja. Nou ja, hij staat geschreven in jouw boek, want dat was iemand die wel van de grapjes was, maar je moest niet bij hem uithalen. Nee, Alfred Knippenberg die was een keer, die kwam nieuw bij ons. Bonkige voetballer. Uit Zwolle of die kant. Deventer. Deventer die kant op, ja. En die meldde zich, maar hij dacht grappig te zijn door op de training een blessure te simuleren. Ja. Dus hij liet zich vallen. En we trainen bij Heracles op een veld bij de amateurs. En dat was nou ongeveer een kilometer lopen, zeg maar, vanaf de kleedkamers daar naartoe. Die bonkige jongen, 110 kilo, die werd door Patinama en door Volkert Velten werd hij naar de kleedkamer getild. Dus die waren helemaal back af toen ze daar kwamen bij de fysio. En ze hebben hem op de brancard gelegd en de fysio die wilde er naar kijken. En Alfred staat op en die begint te lachen en die begint zo te doen naar de jongens. Oh. En die liep naar het veld. En die kwam met een grote glimlach kwam die naar het veld op van ik heb ze te grazen gehad en leuk en dit. Nou, iedereen een deuk natuurlijk. Maar toen kwamen Volkert en Patinama die kwamen het veld weer op met zo'n kop. En er kwam een bal en er werd een beetje, zo'n ziekenhuisbal noemen we dat in de voetballerij, die werd een beetje tussen gespeeld. En Patinama die neemt een sliding vol op de enkel van Alfred. En die bleef liggen natuurlijk, schreeuwen en iedereen dacht van, hij werd een geintje uitgehaald, je trappen wij niet in, hè. Dus toen moest hij helemaal alleen. Hoeveel weken geblesseerd? Nou, volgens mij heeft hij wel 3 maanden niet gespeeld of zo. Op Twitter heb je ook echt een voetbalaccount, de Voetbalhumor. Verschillende volgers, nou toevallig, je had het net over Fred Rutte. Fred Rutte heeft ook blijkbaar een prachtige uitspraak gedaan. Maar toch wordt het ook vaak ook wel weer een beetje wat platter. De epische wedstrijdmascotte, klein jongetje, klein buikje, klein hanenkammetje. Ja, mannen vinden dit blijkbaar humor. Deze vind ik dan wel weer heel erg leuk. Dat is wel leuk, hoor. Ja, je ziet het ook. De enige die lachen. Ja, ik begrijp hem niet. Maar deze kan ik dan wel weer volgen. Een tweet richting Guus Hiddink, die waarschijnlijk zijn schoen zal zetten. Beste Sint, het enige waar u mij een plezier mee kan doen is de gouden pik van Louis in mijn schoen. Groetjes van Guus. Ja, dat, sorry, maar dat vind ik dan wel die weer. Ja, gaan, dat vind ik dan wel weer humor. Hartstikke mooi. Ja. Goed, boekje van de BMW bij Kleedkamer, mevrouw. Dat maakt nu al heel veel los, dus lees het lekker door, zou ik zeggen. Dat is ook voor een goed doel, dat wil ik nog even zeggen. Ja, ook kans voor een kind. Daar gaat een gedeelte van de opbrengst naartoe. Laten we het niet onbenoemd laten. Hartstikke mooi.